Ook Utrecht staat stil bij de aanslag in Parijs. En weer een pinautomaat opgeblazen, nu in Zeist. Goedemiddag, welkom bij U Vandaag. Nederland en ook de provincie Utrecht staan stil bij de aanslag van gisteren in Parijs. Vanavond om 6 uur zijn er demonstraties in heel het land. In onze provincie zullen mensen bijeenkomen in onder andere Utrecht, Amersfoort, Zeist, Woerden, Houten en Nieuwegein. Maar er gebeurde meer. Op diverse redacties in onze regio werd vanmorgen om 11 uur een minuut stilte gehouden. Om stil te staan bij de aanslag in Parijs die ook hier hard is aangekomen. Vanochtend merkte ik toch, de schrik zit toch wel een beetje in mijn verslaggevers. Zo van, we hadden eigenlijk er niet rekening mee gehouden dat dit soort dingen ook kunnen gebeuren. En we zijn niet bang dat het heel snel hier zal gebeuren, maar je merkt toch dat iedereen even wat alerter is. RTV Utrecht-directeur Paul van der Lucht hield een korte toespraak waarin hij wees op het belang van het vrije woord. Vrijheid van meningsuiting is net zoiets als water uit de kraan. Je mist het pas als het er niet meer is. En ik hoop daarom dat iedereen ook stilstaat bij de laffe aanslag op de 12 medewerkers van Charlie Hebdo. Ja, en burgemeester Van Zanen die roept dus ook mensen op om vanavond om 6 uur naar het Domplein te komen als steunbetuiging voor de slachtoffers en nabestaanden en ook voor de vrijheid van meningsuiting. En zoals gezegd is dat ook op andere plaatsen in onze provincie. Om 6 uur zijn wij er dan ook met een extra uitzending. Het rechercheonderzoek na de plofkraak in Zeist is in volle gang. Vannacht bliezen criminelen bij de ING-bank aan de klomp een pinautomaat op. Door de explosie werd de complete automaat uit de muur gerukt. Er zijn weinig aanknopingspunten, maar toch ziet de politie genoeg kansen om deze zaken op te lossen. Ja, we zijn daar direct sporenonderzoek gestart. Daarnaast zullen we natuurlijk een buurtonderzoek houden om mensen die in de omgeving wonen te vragen of ze mogelijk iets gezien hebben. Uiteraard is de recherche ook bezig om te kijken of er bijvoorbeeld mogelijke camerabeelden zijn. En we vragen iedereen die informatie heeft om dat met ons te delen. Ja, het is dus ook nog niet duidelijk of de dieven nou daadwerkelijk iets buiten hebben gemaakt. De daders zouden wel op een scooter er vandoor zijn gegaan. En de politie liet trouwens ook nog een politiehelikopter boven Zeist vliegen. Maar vooralsnog zijn ze dus niet gevonden. Door een grote uitslaande brand in een woning in Doorn vannacht is een slaapkamer volledig uitgebrand. De woning zelf liep verder flinke roetschade op. Gelukkig konden alle bewoners het huis op tijd verlaten. Burgemeester Naafs was ter plekke om de bewoners op te vangen. Hoe het vuur ontstond is nog onbekend. Weer ophef over de restauratie van de Cunera-toren in Rhenen. CDA wil opheldering van het college over de aanbesteding en de enorme kosten die hiermee gepaard gaan. De partij is wel voorstander voor de restauratie, maar vindt de procedure niet transparant. Honderden kerstbomen gingen gisteren in vlammen op. In Benschop en in Houten kwamen flink wat mensen kijken naar de traditionele kerstboomverbranding. Ook in Hoogland namen zo'n 100 mensen de moeite om de kerstperiode letterlijk af te sluiten. Jaarlijks wordt per huishouden €350 aan eten in de prullenbak gegooid. Ook winkels gooien veel voedsel ongebruikt weg. Twee Utrechtse studenten hebben prachtige voornemens. Ze willen deze voedselverspilling tegengaan. Openden gisteren een tijdelijk restaurant in Driebergen waar alleen gekookt wordt met afvalproducten. In de keuken wordt nog hard gewerkt aan het diner. Janneke van Impelen heeft samen met de andere koks haar handen vol aan het menu. Ratatouille en daarbij varkenslenden en een garnituur van aardappelen en wortelen. En als dessert hebben we een compot van appel en peer. En een chocoladetaartje en een kersenconfijt. Op het eerste gezicht lijkt er niets bijzonders aan het menu, de keuken en het restaurant. Toch is Away for Waste niet alledaags. Hier wordt namelijk gekookt met producten die normaal worden weggegooid. We krijgen wel eens bakjes binnen met cherrytomaatjes. Die op het moment dat we ze krijgen, er zit er één rot in. En dat is logisch dat ze dat niet meer verkopen. Ik zou het zelf ook niet per se willen kopen. En dus is het afval. Maar bij ons hebben we dus een heel bakje vol met cherrytomaatjes. We denken, halen deze uit, de rest spoelen we. En er wordt echt wel gecheckt of het goed is. En daarna kunnen we het mooi gebruiken. In plaats van weggegooid worden deze producten dus opgediend. Dit moet volgens Meran Joosten veel vaker gebeuren. Niet alleen winkels gooien veel voedsel weg,
Jaarlijks belandt in een Nederlands huishouden €350 aan voedsel in de prullenbak. Het is zo makkelijk dat mensen zeggen, gooi het weg omdat het over datum is. Of dat er, ja, ze er op dat moment even niet precies iets mee weten te doen. Maar zo werkt het ook in een winkel dat sinaasappels waarvan er eentje beschimmeld is, de rest wordt dan hele netje weggegooid. En dat is wel waar we het aandacht mee willen trekken, want kijk wat er allemaal mee kan. Away for Waste krijgt voedsel van lokale ondernemers. Een van hen is keurslager Ben Kamphuis. Dat hij als slager veel producten weg moet gooien, komt volgens hem omdat de consument te kieskeurig is. Vlees kan niet altijd mooi rood zijn. Het wordt ook wel eens wat andere kleur. En dan hoeft het niet verkeerd te zijn. Mensen moeten anders gaan denken. En dan gaan wij al heel anders met ons product om en met ons eten. En hoe zit het eigenlijk bij de gasten in het restaurant? Gooien zij thuis veel eten weg? Nee, wij proberen dat. Ik zeg niet dat we het nooit doen, maar we proberen het echt zo min mogelijk te doen. We proberen dat heel erg te beperken en ik werk gewoon aan mezelf dat we dat heel weinig doen. Ja, er is altijd wel iets wat je voor een ander iets kan gebruiken. Ik probeer het wel te minimaliseren, maar het is toch altijd meer dan dat je denkt, volgens mij. Het voedsel van dit diner is in ieder geval gered. Maar heeft het ook gesmaakt? Heel lekker. Hele gewone gerechten die gewoon heel verrukkelijk smaken. Ik vond het echt heerlijk. Ik vind het overheerlijk. Het is fantastisch goed. Fantastisch lekker. Ja, ik vind het echt heel bijzonder. En daarnaast niet alleen bijzonder, maar ik vind het ook wel heel lekker. Ja, en dat experimentele restaurant in Driebergen is nog 10 dagen geopend. Het geld dat opgehaald wordt door het geserveerde eten, dat gaat allemaal naar de voedselbank. Dan krijgt u tot slot van mij nog het weer. Vanmiddag gaat het regenen. Tegen de avond klaart het wel weer op. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. En het wordt vanmiddag zo'n 8 graden. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur dan zijn we er met onze reguliere uitzending. Om 6 uur gaan we nog een keer live. Verslaggevers van ons staan in Utrecht, in Amersfoort, in Woerden. En er zullen ook gasten zijn. En dat allemaal natuurlijk voor de steunbetuiging voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in Parijs gisteren. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot later.